ben bezig met een van de 5000 Boeddha-beelden die ik heb te verhuizen naar de kerk in Deventer. Ja. Boeddha-beelden in een kerk? Mooi, hè? Ja. Is een zware. Waarom wil je die Boeddha-beelden zo graag hier hebben? Is het niet een mooi gebouw om beelden... Ik zet hem even neer. Om Boeddha-beelden in te exposeren? Ja, maar het is het huis van God, van de Maagd Maria, Jezus Christus van Nazareth. Ja. Botst dat niet met elkaar, de Boeddha en Jezus? Nee, ik vind dat juist heel mooi. En ja, het gebouw, hè, het stond 2 jaar leeg, het werd niet gebruikt. Er kwam hier eigenlijk niemand. En volgens mij is het heel mooi, en ik hoor ook positieve verhalen uit de buurt, dat het nu weer een nieuwe bestemming krijgt. Het is een 17e eeuwse Boeddha uit Birma. En eigenlijk vanwege het formaat en de leeftijd en de goede staat waar het nog steeds in is, heel bijzonder. Ja, hoeveel is het waard? Heel veel. Is Deventer nou een nieuwe toeristische attractie rijker? Toeristische attractie, ja. Wel een veel kunst rijker. En ik denk dat dat past in een stad als hier. Ja. En de Boeddha en Jezus van Nazareth gaan prima samen? Vind ik wel, ja. Want? Volgens mij was Jezus een prima monnik geweest.